We praten met Peter Hoortinga van Brandmeester, start-up. Ja. Vertel eens, wat doen jullie? Hoe zijn jullie ontstaan? Ja, nou ja, Brandmeester is juridische hulp voor mensen zonder rechtsbijstand. En voor mensen die niet in aanmerking komen voor eigenlijk een toevoeging of voor de sociale advocatuur. Via een website? Ja, en dat is via een website. Het zijn vier stappen. En die vier stappen hebben allemaal een vaste prijs. Althans, drie van de vier. De eerste stap is gratis. Dat is een online check of we je kunnen helpen. En daardoor is het eigenlijk heel overzichtelijk en weet je precies waar je aan toe bent. Alle soorten van juridische hulp? Ja, wij starten nu met arbeid en wonen. Volgende week introduceren we ook letsel. En daarna ook aankopen en geld. En volgend jaar familierecht. En gaan we ook ZZP'ers en MKB'ers helpen. En vier stappen, wat zijn die vier stappen? Nou, je begint met een online check. Daarin zien we eigenlijk wat voor vraag de klant heeft. Welk rechtsgebied, welk specialisme. En op die online check kunnen we ook de beste advocaat voor die vraag aan de klant koppelen. Dan ga je naar de eerste betaalde stap, dat is het adviesgesprek. En in het adviesgesprek wordt eigenlijk de volgende stap bepaald. Of je gaat onderhandelen. Dat is dan de derde stap. En de laatste stap, als je er in onderhandelen niet uitkomt, is procederen. En dan ga je eigenlijk met de advocaat naar de rechter. En een adviesgesprek is ook digitaal? Adviesgesprek is telefonisch of via Skype. Maar het is wel een digitaal proces. Voordat je het gesprek plant, die je ook rechtstreeks in de agenda digitaal plant bij de advocaat, ga je in een eigenlijk persoonlijk dossier via een tijdlijn, ga je alle stukken aanleveren aan de advocaat en informatie geven. En ga je dus, als je dat volledig is, ga je ook de afspraak bij de advocaat in de agenda plannen. En dan krijg je een gesprek via Skype of telefoon. Dat gesprek wordt ook opgenomen, kun je terugluisteren, kun je vragen stellen die je nog vergeten bent te stellen in de paniek van je ontslag of de vrouw die bij je weggegaan is. En dan krijg je een advies of wij je verder kunnen helpen door te onderhandelen. En als we je niet kunnen helpen, dan krijg je van ons nog een advies wat je zelf zou kunnen doen. Een voorbeeldbrief of iets anders. Ja. En alles voor een vaste prijs, geen uurtarief? Geen uurtarief, geen uurtje factuurtje, nee. Want die klant is in paniek. Wat wij ook doen, en daar is die naam Brandmeester ook, de klant zo snel mogelijk de zaak weer brandmeester krijgen, onder controle krijgen. En dan is het gewoon fijn dat je weet waar je aan toe bent. Dus de prijzen zijn vast en geen uurtje factuurtje. En dus je weet precies hoeveel het gaat kosten. En hoe is het ontstaan en wanneer? Het is in 2017 hebben we het ontwikkeld voor SK Rechtsbijstand, een uitvoerder van rechtsbijstandverzekeringen voor verzekeraars. En ook als groeistrategie om te groeien in de markt voor mensen zonder verzekering. En wij zijn nu als Brandmeester gestart in de markt. Dus eigenlijk een soort corporate start-up van origine? Ja, het is begonnen als corporate start-up, want SK werkte voor grote verzekeraars, NN, Aegon en De Goudse. Alleen eerder dan we verwachten zijn NN en Aegon met een andere uitvoerder verder gegaan. En zijn wij met SRK in een kleinere, eigenlijk veel meer start-up omgeving, zijn we verder gegaan met De Goudse verzekeringen. En nu dus per 7 oktober ook met Brandmeester gestart. En je wil ook door met andere aandeelhouders, had je het over? Ja, dat klopt. Wij met het management en de medewerkers en De Goudse en nog een andere kleine verzekeraar die met ons meegegaan is, die worden aandeelhouder in Brandmeester. Ja. En hoe gaat het? Ja, het gaat heel goed. We zijn nog maar een paar weken zijn we van start natuurlijk. Dus we zijn nu ook eigenlijk de soft launch begonnen. Dus we hebben nog maar weinig klanten gehad. We hebben een aantal klanten hebben we nu in het adviesgesprek kunnen helpen. We zijn heel veel aan het testen op CRO-gebied. De website verder aan het doortesten. Dus echte soft launch dingen. En begin 2020 gaan we ook echt de markt op. En dan gaan we ook echt met een serieuze landelijke campagne gaan we het merk in de markt zetten. Hoeveel man zijn jullie? Waar zitten jullie? We zitten in Den Haag, in het HNK, aan het Prins Klausplein. Een heel opvallend gebouw als je naar Den Haag rijdt. En wij zijn met 50 man nu. En hopen heel hard te groeien met Brandmeester natuurlijk. 50 man, dat is veel. Ja, we werken natuurlijk nog voor De Goudse en nog een kleine verzekeraar werken wij al. Dus die advocaten en juristen, die werken nu dus gewoon eigenlijk ook voor verzekerde klanten nog. Dus die zitten niet stil. En we moeten weer heel hard groeien straks ook met Brandmeester. Ja. Wat is je droom? Waar gaat dit heen?
Nou, ik hoop, wij dromen heel erg dat we in 5 jaar heel hard kunnen groeien en het grootste advocatenkantoor van Nederland zijn. Via een website, een app dan ook, hoop ik? Nou, wellicht wel. We hebben dat wel ook met consumenten getest. Alleen voor deze vraag die wij nu eigenlijk beantwoorden voor de klant, was gewoon het web het beste platform dan een app. Mensen willen toch veel meer in rust. Er moeten documenten heen en weer. En dat vinden mensen nu nog prettiger op een website. Dat zou in de toekomst best een app kunnen worden. En wellicht voor bepaalde specifieke juridische diensten zouden ook apps kunnen komen, ja. Ja. Ja, dus nu gaat men er echt voor zitten, hè, na zo'n echtscheiding of whatever. En wil men ook liever achter de computer zitten? Ja, ook omdat mensen het ook nog best wel lastig vinden om stukken te uploaden via de telefoon. Vaak staan documenten en arbeidsovereenkomsten bijvoorbeeld staan op de computer. En dan vinden ze toch een makkelijker platform om dat via het web te doen dan via een app. En maar ik kan me voorstellen dat een app wel heel handig is voor specifieke diensten. Je hebt natuurlijk ook de vluchtvertraging, claims, concepten. Nou, dat zijn bijvoorbeeld diensten die zich prima voor apps lenen. En dat zou ook Brandmeester prima kunnen gaan doen. Ja, dus dat soort dingen zitten wel in je roadmap. Ja, die zitten zeker in de gedachten. Ja. Heb je een tip voor mensen die dat soort toch wel corporate startups willen doen? Nou, voor corporate startups is de belangrijkste tip is heel goed je merk definiëren waar je voor staat vanuit het consumenteninzicht en daar heel erg trouw aan blijven. En zeker bij ons in de advocatuur, advocaten kijken heel erg naar de uitzonderingen dus en willen ook alles vastgelegd hebben. Dus voordat je het weet maak je voor de consument een heel onbegrijpelijk uitgebreid product. Dus je moet leren loslaten wat je weet. En dat is een belangrijke. En en ook een beetje lef tonen. Vooral lef, denk ik. Zeker, ja. Dankjewel. Hey, dankjewel.